wordt hoeft niet te betekenen dat je ook ouderwets wordt. Dat bewijst het Amstelhuis, waar de HVA met het Living Lab bewoners, studenten en onderzoekers uitdaagt om op dynamische en vooral leuke wijze samen te werken aan een actievere toekomst. Ik probeer ze heel erg mee te nemen in die enthousiasme en dat sporten niet per se zwaar of lastig is, maar dat het ook heel leuk kan zijn. Je hebt een onderbreking in een soms saaie dag, vind ik. En de mensen die het nu gaan doen, ik ben afgelopen donderdag begonnen en het is geweldig om te doen. Ik ben de enige man, maar goed, niet erg. Volgende week kom ik weer. De resultaten zijn veelbelovend. Het Amstelhuis is inmiddels verbonden met een landelijk netwerk van age-friendly community labs. Iedereen uit de buurt kan er terecht. Het is een van de ruim 20 living labs en inmiddels werken er 4 faculteiten van de HVA mee aan het project. Ik en Charissa hebben dan de leiding over de Fitme Pit soort van. Maar voor de inhoud kunnen wij natuurlijk weer bijvoorbeeld met de minor leefstijl overleggen of we kunnen een keer naar een fysio die hierbij aangesloten is. En wat ik en mijn collega eigenlijk probeer te doen is ook in ieder geval te luisteren van wat geven de ouderen zelf aan wat ze willen leren. En dat kan van alles zijn, zoals traplopen en stoeptegels omzeilen of een wat unieker verzoek. Deze meneer die nu ons gymnastiekles geeft, die heeft gezegd, nou, we gaan vanaf volgende week, dus aanstaande donderdag, gaan we na afloop even met elkaar dansen. Als kind zijnde, maar ja, dat is heel lang geleden, heb ik een ballet gedaan. Dat is ook een passie van me. Dus ja, ze doen er alles aan. En ik vind wij als oudere mensen moeten daar ook de jongelui de kans voor te geven. Anders verstijf je. Ja, zeker. Ik ben hier staan. Ik zou het niet zo goed.